my goodness. Kijk, daar gaan we al. Mayday, mayday, mayday. Maar mag je dit dan eigenlijk nog echt spaghetti noemen? Ik denk niet, nee. Nee? Voor wie druk antwoordt op de vraag of alles goed gaat, is er nu vlug kokende pasta. Hartstikke handig, want dat scheelt je een paar minuten in de keuken. Maar hoe kan het dat deze pasta sneller gaat dan zijn collega's? Ik heb denk ik een raadsel. Ik heb namelijk pasta gekocht en dat is vlug kokende pasta. Maar wat is dan het verschil met normale pasta? Mijn moeder kookt, dus ik durf het zelf niet te zeggen. Moet nog niet zo vullen. Het is wel echt een terechte vraag om even bij je stil te staan. Ik weet niet wat het nou daadwerkelijk een vlug kokend van maakt. Omdat ik gebrek aan informatie heb. Ik hoop niet dat je er wakker van gaat liggen vannacht. Nee, dat niet. Oh, gelukkig. Die is dan al voorgekookt, zodat je ze niet meer zo heel lang hoeft te koken. Oh, het is al voorgekookt. Ja. Hi, goedemiddag. Verkoopt u ook pasta? Uiteraard. Ja? Heel lekkere pasta. Wat heeft u allemaal? De klassieke Durum tarwe, de Senatore Capelli. Het is een oudere tarwe. Spelt of die volkorenpasta. En verkoopt u ook vlugkokende pasta? Nee, dan moet je wel de moeite nemen om een beetje tijd in te stoppen. En dan heb je een lekkere product. U zegt snel vlugkokend, dat kan eigenlijk niet. Zou ik niet aanraden, nee. Goed, met een pak vlugkokende pasta ga ik langs bij een echte Italiaanse chefkok. Dag Leonardo. Hey, hallo. Ik heb wat voor je meegenomen. Oh jee. Vlugkokende pasta. Ik dacht, als je een beetje tijd tekort komt in je restaurant, misschien handig. Dus dit is een snelkookpasta en 5-6 minuten is snelkookpasta, oké. Okay. Hoe lang kook je reguliere spaghetti ongeveer? Nou, dit is een normale spaghetti, 7 tot 9 minuten. Maar heel even hoor, want dan bespaar je toch maar 2 minuten. Ja, als je het zo cru zegt wel, ja, 2 minuten. Tijd om de proef op de som te nemen. Als jij nou jouw pasta kookt en ik de mijne, de snelkokende. Ja, en wat zullen we doen? 100 gram of zo? Nou, we willen wel met z'n allen kunnen eten, toch? Zullen we het heel doen? Oké, dan gaan we er meer doen, maar dan moet ik even wat kijken zitten met de pannetjes. Maar dan kom je om te filmen, maar ook even lekker om te eten natuurlijk. Prima, pasta gaan we droppen. Ready? Oh shit, nou ik drop het nu al op de grond. Is dat ook goed? Even kijken, stopwatje bij de hand natuurlijk. Ja. Yes. Oké, jij hebt 5 minuten, ik heb iets langer, dus ik kan het relaxter doen. Ik zou eigenlijk nu al een glaasje wijn kunnen pakken. Hey, maar dat is wel een gewin, hoor. Ik zit op 2,5 minuut nu. In die 3 minuten moet je dus ook je kaas zo graspen, hè? Heb je dat al gedaan? Nee, waar is de kaas? Nou, ik heb je geholpen, ik heb de kaas voor je geraspt. Gelukkig. Maar dat had je dus ook nog moeten doen. Ja. Dus het is eigenlijk nog wel relaxter om iets langer te kunnen koken. Want dan heb je nog tijd voor andere dingen, om een beetje de saus lekker te maken. Mijn tijd is er bijna om, jongens. Pak je een beet. Dit is het moment dat je nu... Oei, oei. Mayday. Je bent klaar, hè? Nu al? 4 minuten 40. Schiet op. Oh. Pasta eruit, hierin. Hoe... Ja, stress. Kijk. Ik heb niks gedaan. Oké, dat is klaar. Sorry. Kijk, ik moet even een klein beetje olie. Vergeet je eigen pasta niet, hè? Nee, don't worry it. Hoe zou het komen, denk je, dat dit sneller klaar is dan bijvoorbeeld deze spaghetti? Als ik zo naar die vorm kijk, my goodness. Aha. Kijk, daar gaan we al. Dit is spaghetti, staat erop. Ja. Ze zijn hol van binnen. Oh. Dus dan heet het in Italiaans niet spaghetti, maar bucatini. Dus het is eigenlijk een holle pasta. Dus die grote kern in het midden heb je niet. Volgens mij kun je er ook van op blazen. Ja. Oh, het is zelf gaatje in. Dat is met normale spaghetti niet, of nee. Wel? Maar mag je dit dan eigenlijk nog echt spaghetti noemen? Ik denk niet, nee. Nee? Eigenlijk niet. Het is een mini bucatini, zeg maar. Mini bucatini. Mini bucatini, ja. En als je verder kijkt, dit is vrij dun, hoor. Dit is echt bijna spaghettini. Spaghettini betekent in Italiaans dunne spaghetti. Daar lijkt het wel een beetje op. Zou het ook nog met de ingrediënten te maken kunnen hebben dat die dan sneller klaar is? Jazeker wel. Hier zit in tarwe griesmeel en tarwe meel. Tarwe meel is meel waar we eigenlijk brood mee bakken. Dat is van wit brood. Mm-hmm. Dat is A, goedkope meel. En B, bij een serieuze Italiaanse pasta merken is altijd harde tarwe. Het is ook duurder en het is ook lekkerder en voller van smaak. Meer, hoe zeg je dat, voedingswaarde. Oké. En hier zit dus zachte tarwe in? Zachte tarwe. En dat vind je hier helemaal niet terug? Nee. Onmogelijk.
Ze hebben van de spaghetti dus een soort rietjes gemaakt, waardoor de pasta ook van binnenuit gaat. Daarnaast bestaat de pasta voor een deel uit zachte tarwe en is hij ietsje dunner. Allemaal zaken die zorgen voor een beetje tijdwinst in de pan. Als ik spaghetti kook, dan wil ik eigenlijk altijd een bite in de pasta hebben. De bite is al dente. Maar is het dan überhaupt mogelijk om hier echt een bite mee te creëren? Met pasta met een gaatje erin, heel moeilijk. Dan moet je echt met de stopwatch erop zitten om te kijken en elke keer proeven, nou is het gaar. En dan kan het ook zo... Nee, schiet zo door. Er zit geen kern in. Kijk, het is heel makkelijk. Hè? We gaan naar de kern toe en zodra het witte puntje bijna verdwijnt, dan is die pasta gaar. En die is hier weg. Ik wist niet dat het bucatini waren. Ik heb spaghetti meegenomen. Anders had ik ook een bucatini meegenomen. Maar er staat wel spaghetti op het etiket. Ja, een beetje misleidend. Ja, dat is... Ja, vind ik... Of ze weten het niet, of... spaghetti vind ik ook beter, ik weet het. Nou, inderdaad, 2 minuten later. Jacob, kom er eens bij. Wat vind jij van de snelkokende pasta die we mee hebben? Ja, ik vind de snelkook, dit is niet echt pasta. Dit is nep. Geen romantiek van de eten. Het is een soort Las Vegas. Het is een en al show, maar als je deurtje open doet, is er niks. Ja. ja. Dat is klopt, ja. Wat zouden ze in uw dorp denken als u dit wel zou verkopen? Ja, dan mag je niet meer overdag. Dan bent u niet meer welkom. Nee. Ik zou 1 aantje wel meenemen om te proeven. Om zelf te proeven. Je mag ook het hele pak. Dan mag je het proberen en dan kom ik over een tijdje kijken of het hier ook in de smakken ligt. Zeker. Ja. Tijd om de snelkookpasta te proeven. En, wat vind je? Dit is godgaar. Ja, dat is inderdaad goed gaar. Nee, dit is godgaar, niet goedgaar, godgaar. Wat is godgaar dan? Ja, overkookt. Het is heel moeilijk om dit bijtgaar te krijgen, dus hij schiet heel snel door. Ik ben hier heel gauw vol van. Weet je wel, je spijsverteringsmechanisme, dat komt niet op gang, dat is gewoon papslikken. De smaak is ook heel melig en dat hou ik niet van, dat zoek ik niet in de pasta. Nu even die van jou. Zie je, je koudt ergens nog op. Nou, dat is wel lekkerder dit. Ja. Je tanden doen nog iets hier. Ja, precies. En hier ben je aan het zuigen. Ja, dan heb je echt het idee dat je iets aan het eten bent. Ja. Dus eigenlijk de structuur is niet helemaal je van het. Nee, smaak niet. Smaak ook niet. Nee, smaak ook niet. Dus het is eigenlijk drie keer niks. Ik ben wel benieuwd waarom ze eigenlijk zachte tarwe gebruikt hebben. Zachte tarwe is natuurlijk goedkoper dan harde tarwe. Dus zou het iets met de prijs te maken kunnen hebben? Ja, dat moet haast wel, hè. Ik zou niks anders kunnen bedenken. Hey, voordat het koud wordt, ik neem deze, jongens. Deze is voor jullie. Ja, jij bent slim. Hey, smakelijk, jongens. Smakelijk. Eerlijk is eerlijk, de pasta maakt zijn belofte waar. Hij staat maar liefst 2 minuten sneller op tafel. Zorg er trouwens wel voor dat je niet per ongeluk een pak meeneemt als je van de zomer richting het Gardermeer vertrekt. Wil je heel huis weer terugkomen tenminste. Wat doe jij als je haast hebt? Ga je voor een pak vlug kokend of denk je, nou laat maar zitten? Laat het even weten hieronder in de comments en vergeet niet een likeje te geven. Doe het nou gewoon.